Nou, welkom iedereen bij een nieuwe vlog. Zoals jullie het zien gaat mijn lieve vrouwtje weg. Ze gaat weg. Love you, baby. Dus ja, die gaat weer naar België. Ze hebben nog lekker broodjes voor me gehad. Even lekker een sigaretje. Dus ja, ik ga nu naar mijn maatje. Het is echt zonnig. Wij zijn lekker even naar buiten. Daar rijden de soldaten. Ik weet niet of jullie ze zien. Kijk. Soldatentruc. Kijk, hier hebben we een hele super nice kerk. Mensen, nu ik toch weer in Nederland woon, ga ik natuurlijk als eerste een bankrekening openen. Dus we gaan nu onderweg naar de ING. Dit is geen sponsor. We doen het gewoon omdat we van de ING houden. Let's go! Mensen, Breda is wel echt super nice. Daar is de kerk natuurlijk nog. Daar ook. Hier terrassies, alles heb je hier, man. Echt lekker hier. Ga die kant op. Daar een kraam van Jezus roept. Ook u. Dus ik ga eens even kijken. Gratis Bijbel. En ik kan wel een beetje God gebruiken. Dus ik ga eens even vragen. Nou, nog even lekker een bakkie koffie doen om op bankzaken te regelen. Er ging iets niet goed met mijn ID-kaart. Dus ik moet nu daarheen naar Moerwijk, naar een servicepunt voor de bank. Oké, nou, bij de bank was het helaas dus niet gelukt. Er is iets met mijn ID-kaart dat het ding hem niet kan scannen. Ik weet niet hoe die chip heet in mijn ID-kaart, maar die is blijkbaar niet goed. Of het komt omdat ik ooit al een rekening heb gehad hier in Nederland bij de ING. En dat ze nu denken van nee, dat gaat niet lukken. Ik had natuurlijk wel een ING-rekening in België, maar die hebben ze afgepakt omdat ik natuurlijk vorig jaar failliet ben gegaan. Ik had nog wel een N-of-rekening samen met mijn vrouwtje bij de ING, maar dat is de Belgische ING. Daar doen ze eigenlijk niks mee, hier natuurlijk in Nederland. Oké, mensen, we zijn even hier al bij de Aldi aangekomen. Even een boodschapje doen, lekker eten. Kijk mensen, we gaan echt lekker eten vandaag. Macaroni. Ik ga eten maken. Mijn maat heb de afwas gedaan, dus we kunnen starten. Ik ga het doen. Nou, we hebben natuurlijk al lekker gehakt erin gedaan. Water begint straks te koken. Lekker macaronietje erbij. Pennen. En dan deze groente gewoon natuurlijk daarbij. Bam. Eerlijk is eerlijk mensen. Ik heb echt super lekker gekookt. Daar staat de Bijbelse kerkelijke muziek op. Straks ga ik naar de kerk. Dus naar de kerk. Ja, ik ga naar de kerk. Ik ben gelovige mensen. Maar ik ben echt zo lang niet in de kerk geweest. Dat ik vanavond ga checken of het wat is. Zo, ik heb even lekker gegeten. Nu even uitbuiken. Straks ga ik even met mijn maat mee naar de Bijbelstudie. Dus ga ik eens even kijken hoe dat is. En later kan ik het jullie natuurlijk gewoon zien. Daarna gaan we even naar zijn moeder toe. En daarna gaan we weer naar huis. Lekker slapen. Oké, mensen. Nou, wij gaan lekker even nog een rondje lopen. Kijken mensen. Even naar de kerk. Kerk van Nazareth, dus ik ben echt benieuwd. Ze zijn er nog niet, we zijn een beetje te vroeg, maar dat maakt niet uit. Kijk, we zijn dus al in de kerk als eerste. Mooi, hè? Nou, we zijn dus naar de kerk geweest. Het was heel bijzonder, heel erg leuk. Mooi om mee te maken, ik was echt lang niet geweest. Ik heb zelfs een bijbeltje gekregen, dus daar ga ik zeker wat teksten uit lezen. En ik ga nog een keer terug, want er is ook iets te doen voor de kinderen. Knutselen. En dan wordt er een Bijbels verhaal verteld. En ik had het er eigenlijk over dat ik het super belangrijk vind. Dat ook kinderen wel eens iets over God horen. Of over Jezus. Of wat dan ook. Dus dat gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. De naam van de kerk was Nazareth. Dus check dat zeker. Oké, mensen, we waren even niet voor speed aan het spelen. Maar we gaan nu nog even Sander de Albert Heijn. Weet je wat het mooie is? In Nederland is gewoon de Albert Heijn, de supermarkt, tot 10 uur open. In België tot 7 uur of zo. Oh, wel leuk, mensen. We kunnen lekker gewoon 10 uur 's avonds boodschappen doen. Geweldig. Even lekker naar de Albert Heijn, mensen. Ja, even lekker drinkertje gehaald, snoepies. Nu rustig aan naar huis lopen. Straks lekker even chillen en dan gaan we op tijd slapen. Morgen weer een drukke dag. Mensen, we zijn lekker aan het eten hier met... Sef. Robin. Mensen in Nepal, dus gezellig mensen. We hebben echt lekker gegeten hier. Smart matje, alles. Lekker, bam. Nou, we hebben een leuke dag gehad. Ik ben blij dat ik hier ben nog steeds. Dus bedankt iedereen voor het kijken. Ik ga nu lekker mijn bedje opzoeken. Ik kan je nog even snel laten zien hoe mijn bed eruit ziet. Dan ga ik lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Iedereen bedankt voor het kijken. Natuurlijk. Hier is zo lekker mijn bedje mensen, hier ga ik lekker slapen, dus bedankt iedereen voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren en natuurlijk een leuke comment achter te laten. Zie je later, toppers.